FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies. De geelblauwen, daar gaan ze komen allemaal. Met nummer 1 Jochem Lensen. Met nummer 3 Bas Gozeling. Met nummer 5 Leroy Oeders. Met nummer 8 Thierry Montigny. Met nummer 9 Rodi van der Putten. Met nummer 10 Rick Vermeulen. En nummer 11, blij dat hij weer terug is, Koen Fokkema. Nummer 12 Bert Komen. Met nummer 16 David Verwij. Met nummer 17 Oussama Siali. En met 23 Mubarak. Het dartelt in de wei, het JO17, gaan jullie maar lekker naar jullie ouders toe. JO7, fantastisch, dat gaan we ook even zien nu. En daar gaat onze pupil van de week, Tigo Nedin. Tigo, doe je best jongen. Kijk eens wat een prachtige actie. Ron van den Berg. Ik wens je allemaal, namens FC Lisse. Ja, en mocht het niet duidelijk zijn wie de 1-0 heeft gemaakt, hij maakt ook zojuist de 2-0. Nummer. Zijn vervanger met nummer 12 is Alper Yildiz. Jacco. Daarvoor komen mensen naar een voetbalveld. Schitterende goal. Zijn er. Yeah.
Het is 4-0 geworden. Nummer 12. Een wissel aan de kant bij Achilles 29. Met wederom een schitterende goal. De stand op 5-0 na keihard doorgaan, hard werken. Een verdiende beloning voor de nummer 23, Mubarak Anoush. Rick Vermeulen, vandaag 3 doelpunten gemaakt in één wedstrijd. Nou ben je niet zo goed in de historie. Weet je wat de laatste keer was dat je een hat-trick maakte in het eerste half? Ik denk dat het zo meer dan 10 jaar terug is. Ja, dat wel 10 jaar terug. Maar natuurlijk, je bent met het team bezig, maar de tweede en derde goal waren heerlijke doelpunten. Dan zaten er heerlijk in inderdaad. Nou ja, het is lekker dat je wint met z'n allen. Het is prachtig weer. Eerste helft was een beetje gezapig en ik ben blij dat ik ze heb mogen maken. Maar ik was net zo blij mee als de andere dat ik had. Ik had mensen zich afvroegen, je loopt op een gegeven moment op 2 verschillende schoenen. Wat was er aan de hand? Ja, mijn Peter was kapot, dus die schoen kon niet meer vast. Maar het zijn al hele oude schoenen. Dus ik heb maar even nieuw gekocht, maar die waren nog niet binnen. Dus, En hoeveel procent zit Rick Vermeulen op dit moment? Je bent een beetje aan het stijgen, toch? Ja, nou ja, ik hoop dat ik nog wel een stap maak richting fitter worden. Om nog belangrijker te zijn, maar vandaag was het prima. Moet ik zeggen, ja, weet je, tegenstanders hebben hun best gedaan hoor. Maar dat lukte bij de jongens ook niet echt. Dus, We hebben het nog niet gehoord, maar we gaan ervan uit dat jij volgend seizoen gewoon weer hier op het veld staat, toch? Gaan we er wel vanuit, hè? Ja, dat weten we niet, hè. Dan zijn we... Ja, nee, maar... We hebben nog even. Oké, maar het ziet er goed uit als je zo blijft voetballen? Dan zal het niet aan de voetbalkwaliteit liggen, denk ik. Maar een heleboel kinderen aanwezig en die vroegen zich af, wat heeft die meneer op zijn voet? Wat doe jij na afloop van de wedstrijd met het ijs? Ja, normaal doen mensen die eten een ijsje, maar nee, ik ging door mijn enkel en daar wilde een ijs erop om niet dik te laten worden. Ja, dat heeft niks met ouderdom te maken. Oké. Mocht het zo blijven zoals het is, opnieuw Zuid, dan gaat Pink Boys winnen. En dan speel je over 2 weken voor heel veel mensen. Ja, dus een wedstrijd om naar uit te kijken. Sowieso voor veel mensen. Ja. En die wedstrijden zijn sowieso mooi. Ja. Maar nu ze... Hoeveel staat het? Dat stond wel in de voor, Pink Boys. Het wordt dus 2 punten met Noordwijk. Dan wordt het heel belangrijk. Nee, dan wordt het nog mooier dan het al is inderdaad. En hopen dat we... dat we er wat moois van kunnen maken. Ook vooral gezien voor onszelf. Dat we dat winnen kunnen afsluiten zo'n derby. Wordt nu heel snel gemonteerd, want die mooie doelpunten willen we zo snel mogelijk zien vandaag. Ik ga ze ook even terugkijken. Bedankt.